Foei. Ja. Dus ik de muziek even afzetten. Dan ben ik iets beter te verstaan. Nou, ik ben nog 60 jaar. Yes, Uncle John! En Henk Onstein is weer beter. Hij is nou wel een beetje slecht. Hij had nog helemaal geen conditie en zo, maar hij is weer thuis. Hij heeft corona gehad. Ze hebben hem in coma gelegd. Hij had in huis een coma gelegd en nu is hij weer beter. Gelukkig. 70 jaar. Ja, hij heeft heel erg corona gehad. Hij had op de IC gelegen. Nou, ik kreeg net visite van Richard en Esther. En die brachten twee jointjes mee. Het is de laatste. Die steek ik nu nog niet aan. Dat doe ik pas om 11:30. Ik ga ook stoot in de bed, dan slaap ik maar er heel lang uit. Hier, deze joint. 4,5 euro, hè. Dat had ik... Gisteren was ik jarig. Dan hadden we gepland dat we om 10 uur naar Uncle Sam zouden gaan om een paar jointjes te kopen. Ik had geregeld dat het gefilmd mocht worden daar. Nou, ik die microfoon natuurlijk weer op met het apparaat in de contentest. En die draad die eronder denk ik even in de boxtest stoppen. Zodat dat allemaal niet te zien is dat jij hier zo'n microfoontje zit. Hè. Nou, Benji erbij. Ik wou hem echt niet meenemen, maar ik moest en ik zou hem meenemen. Dus ik heb hem meegenomen. Nou, hij heeft zich eigenlijk prima gedragen. We zijn een paar keer op en neer gelopen door de Drie Koningenstraat. Dat is de zijstraat tegenover het Velperpoortstation. De zijstraat van de Steenstraat. Drie Koningenweg, Drie Koningenstraat en dan 21A, waar zo'n gele cowboy levensgroot voor de deur staat. Daar moet je zijn. Uncle Sam, Drie Koningenstraat 21A, voor de beste joints. En Richard bracht twee jointjes mee. Ik denk altijd dat ik doodga als ik zo'n joint aan het roken ben. Dan begint het hart in één keer hard te kloppen. En dan denk ik, oh, de gauw, de gauw. Ik denk, nou ja, daar heb je in ieder geval geen last van. En dan ben ik weer gerustgesteld. En dan gaan we toch niet. Ja, dus. Maar, ik moet zeggen, bier, echt waar, is veel beter. Van bier word ik heel blij. Als ik bier drink, zeg maar een stuk of 6,5 liters. Maar ja, ik mag het eigenlijk niet, want ik ken natuurlijk medicijnen. Ik heb ook een antidepressieve. Een antidepressieve, want ik ben manisch depressief. Knettergek! Drie keer heb ik in mijn leven een half jaar in een gekkenhuis gezeten. En dat kwam allemaal door dat bierzuipen. Ik zoek 12,5 liters per dag. God, geloeien nog eens toe zeg. En dat heb ik mijn hele leven gedaan. Toen ik 14 was, begon ik al te drinken. Toen nog niet zoveel natuurlijk. Er waren gewoon af en toe een keer een paar pilsjes. Maar toen ben ik al begonnen, op mijn 14e. Ik had grote vrienden, die waren 16, die dronken sowieso wat bier. Nou. Maar ik heb daar bij Verzadelhof in Lo bij Duiven, bij Huissen de Pont over. Lo bij Duiven, wat wil ik nog zeggen? Lo, bij Verzadelhof in Lo, heb ik vanaf mijn 10e tot mijn 25e jaar heb ik daar gewerkt. Iedere morgen om 5 uur op.
En dan komkommers gaan snijden in de kas. En dat was dan, begonnen we bijvoorbeeld om 5:30. En dan waren we om 9:00 klaar en dan gingen we om 7:00 of zoiets, of om 7:30, gingen we altijd even ontbijten met z'n allen. Brood op tafel, beleg op tafel, hagelslag op tafel, vlokken op tafel. Helemaal perfect. En dan heb ik, ja, en dan moest je werken tot 5:00 s'avonds. Ja, en dan ging je tussendoor, en tussen de middag ga je 1 uur pauze. Maar ik liep dat dag en nacht, ik sliep er ook vaak. Hadden de jongens Toon en Jan alles aan mijn posters en plafond geprikt met penaises. En op die posters lagen allemaal stapels seksboekjes. De Rosie, de Tuk, de Candy, weet ik veel hoe die dingen allemaal eten. En Monopoly hebben we ook met z'n allen veel gedaan. We hebben heel veel gemonopolied, maar ook gekaart. Oh, we hebben een prachtig leven gehad bij Verzadel of in Loo. Dat wou ik net zeggen. Dus, wat ik nu allemaal vertelde, kon ik me net niet meer herinneren. Maar ja, je moet me zo denken, ik heb net een dikke joint op. Die kwam Richard niet brengen. Hij belde op om 8:55. Kan ik hem 8:30 even een bakkie komen doen? Ik zei ja, natuurlijk, ik kwam niet met Esther. Esther is mijn pedicure en mijn vriendin, mijn grote vriendin. Die bracht 2 jointjes mee. Hadden ze bij onkel Sam gehaald. Ja, Richard gezegd, ik moet een joint hebben, 2 joints hebben voor John Staring. Dat is diegene die hier met TV Gelderland is geweest. Oh ja, dan moet je deze hebben. Nou, hij heeft natuurlijk 2 heesjointjes gegeven. En hier heb ik er nog 1. Ja, echt niet. Doe me een lol en word even abonnee. Ik wil er graag 1000 hebben. En als ik er vast eens 1000 heb, dan kom ik ook nog wel een keer aan de 10.000. Want dat gaat steeds sneller. En ik krijg nog bekendheid bij TV Gelderland. 5 oktober wordt een documentaire over mij en mijn hond, Benji, uitgezonden. Op 5 oktober 2021. Guido Lavallaje heeft het tegen mij gezegd. En Guido Lavallaje is een of andere hoofd of chef bij TV Gelderland. En daar praat ik mee. En hij heeft mij gezegd, waarschijnlijk wordt het 5 oktober. Dat kan dus nog veranderen, maar dan belt hij mij. Dan zal ik het wel weer even mededelen op mijn YouTube kanaal, wanneer het dan wel wordt. Als het geen 5 oktober zou zijn. Maar ga er maar vanuit dat het 5 oktober is. Ik denk het wel. Ik zal deze film niet te lang maken, want ik wil jullie natuurlijk niet vervelen. Trouwens, de manier om op mijn site te komen is altijd naar Google gaan. Google en dan tik je in de zoekbalk John Staring. Met een G op het einde. En dan druk je op enter. En dan neem je de bovenste optie. John Staring YouTube. Die klik je aan. En dan ben je op de homepage van mijn YouTube kanaal. En als je dan naast home staat het woordje video. Of video's. Ik weet het niet. Maar video moet je hebben. Daar klik je dan op. En dan krijg je alle films onder elkaar te staan en naast elkaar te staan. Er staan nu zo'n kleine 200 op, allemaal over mij. Filmpjes van 30 jaar geleden, filmpjes van 40 jaar geleden, nee, van 30 jaar geleden. Ja, zoiets, 20 jaar geleden, 10 jaar geleden,
En het nieuwe natuurlijk, hè? Want ik ben op het moment ben ik nogal aardig aan het rammen. Ik zet de ene film naar de andere erop. Ik zal trouwens vast de computer aanzetten. Dan hoeft er daar niet op te wachten. Nou, computertje. Computer heb ik voor €500 gekocht. Was een tweedehands. Die heb ik bij Flex gehaald. Maar Flex is naar de kloten. De pand is leeg. En met zijn grote bek had hij gewoon zo die groentezaak overgenomen. Ook leeg. Nou, hij is bezig. Ik vind dat het altijd te lang duurt, hè. Maar dit duurt wel erg lang. Oh nee, dan komt hij aan. Nee, nee, helemaal. Oh, ik ben zo ongeduldig, hè. Nou. Dan zal ik de filmpje ook even posten. Dan hebben we er weer een bij op. Het is 10:10. Hey! Oh, sorry, beestje. Dat je zo lekker te dutten. Hè? Kom maar slapen, jong. Je kunt zo de hele nacht slapen. Bas je maar gelaat op. Want ik ga strakjes een jointje roken. Het raampje staat los. Dus de rook kan eruit, Bens. Je hebt er geen last van. Ik roep toch er achter de deken. Want dat doe je het liefste. Achter de deken gaan liggen. Ik moet altijd oppassen dat ik op de bank ga zitten. Dat ik niet bovenop moet gaan zitten. Dus ik moet altijd goed kijken. Als ik op de bank ga zitten. Waar ik ga zitten. Want anders plet ik dat lieve hondje. En hij kan 20 jaar oud worden. En Rick is hier geweest vanmorgen. Rick, die kwam mij ook even feliciteren. Nou, daar heb ik 4 jointjes van gekregen. Maar die had hij zelf gedraaid. Die waren nog een tikje zwaarder. Maar goed. Ik heb de laatste tijd veel gebloot. Maar alles gratis, hè. €6 is het laatste wat ik uitgegeven heb aan een joint. Ik koop het nooit meer. Ik heb deze ook niet gekocht. Die heb ik gekregen, hè? Anders had ik hem niet gehad, hè. Maar nou, je hebt een mooie filmpje er nog niet op gehad. Want daar heb ik vast geen zin gehad om een film te gaan maken. Goed. 4 februari 2021. 21. Ik ben 60 jaar en een dag. Yes, Uncle John! Ah. Godverdomme. Maar ik heb lekker nog een joint. Oh. Dan moet je niet te veel drinken, want dan moet je vannacht liggen in bed en dan moet je eruit om te pissen. Dan moet je weer wakker. Dan kun je weer pissen. Maar mijn huishoudelijke hulp heeft mijn hele huis schoongemaakt. Ze heeft de badkamer helemaal schoongemaakt en er zat allemaal kalk op de muur. En in die voegen tussen de tegels zat allemaal vol met kalk. Dat was hartstikke smerig, maar dat is nog stralend schoon. Ik ben hartstikke blij met dat vrouwtje. Volgens mij was 48. Maar als je ook ziet hoe die in bed opspreidt, hè? Nou jongen, in een paar tellen is dat klaar. Ik ben daar niet uit met druk, want ik vind altijd niet oké. Dan moet je dat dekbed in een dekbed overtrek proppen en dan moet dat precies goed in de hoeken zitten. En mama, nee, ik ben erg blij met mijn huishoudelijke hulp.
Yes, 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 Uncle John! En ik ben zo gek als hooi. En nou zien dat we naar de miljoen abonnees gaan. Word even abonnee, het kost je niks. En iedere keer als ik een filmpje erop zet, soms doe ik het werken niet. En dan denk je een stuk of 4-5 in de week. Zo'n beetje een clean appje. En dan aan de T-test s'avonds. Of misschien wil je het meteen wel even zien. Kun je kijken. Nou, wat ik nog weer te vertellen heb, want ik heb altijd wel wat te vertellen. Maar drink geen bier. Dit is Café Zevental aardbei. Zonder suiker. Met citroen. En daar zal dan waarschijnlijk wel suiker in zitten. Of zoetstof. Nee. Suiker. In die aardbei, daar zit zoetstof in. Hier, eeltcrème, bij de Ethos gekocht, 3,40. Bij de Kruisvat kost ook eeltcrème, kost 3,80. Bij de Ethos 3,40. Dus ik koop dat voortaan bij de Ethos, dan zijn we 40 cent. Ik kan weer spenderen aan een joint. Maar hij doet dat niet zo vaak, want weet je wat het is? Als je vaak jointjes rookt, dan merk je er eigenlijk niks meer van. Dat is zo zonde. Godverdomme, heb ik de laatste 21 jaar veel jointjes gerookt, hè? Oh, man. Mijn buurman in de Schoopmanstraat, in Els, Schoopmanstraat 7 had ik. En op 1 mooi woonde Michel. En Michel heeft bij mij de zolder ingericht als wiethok. Duizend planten had ik erop staan. 30 lampen had ik hangen. Duizend planten. Echt hoor. En die moest ik alleen maar iedere morgen even water geven. Met voeding erin. Had een rode fles en een blauwe fles en een witte fles. En dat moest allemaal erin. Goed, ik heb er flink wiet voor verboden. Ik heb er goed voor geleefd. Godverdomme, wat ben ik vroeger. Ah, als ik niet al dat geld over de balk had gegooid aan bier, jongen. Ik gaf zoveel geld uit aan het bier. Ik kocht de duurste biertjes, kocht ik. Maar ja, ik had ook geld zat. Het kon allemaal niet verschillen. We gingen elke avond uit eten. Elke avond. En dan kwam zijn ober aan de tafel, zijn serveerster, of zijn serveerder, kwam aan de tafel. En dan zei ik, jij 100 euro, doe maar het lekkerste wat je hebt. Nou, en dan zaten we weer lekker tevreden. En ik was dik. En mijn vrouw, Karin, ik mag natuurlijk geen namen noemen. Maar Karin mag ik wel zeggen, want wij hebben veel Karins, dus ze weten nog niet wie ik doe. We gingen elke dag uit eten en ik ging altijd naar de hoeren toe. Godverdomme. En dan zei ik hiermee, hij 100 gulden. Dan maak ik maar eens even wat klaar. Zo, wat verdomme zeg. Maar dat ik zoveel gedronken heb, hè? Dat kan ik met volle verstand niet weten dat ik zo dom ben geweest om dat te doen. Maar ik leef nog en ik wou 100, ik ben nog 60. En dat blow, dat doe ik niet zo vaak. Kijk, als ik echt zo'n straffe blow was geweest, dan had ik hem al lang opgehaald. Want de eerste die stak ik 9 uur aan. Toen ging Richard en
Esther weer naar huis, want het is avondklok, hè. Dus 8:58 gingen ze lopen. En Bens, vond je het leuk, hè? Ja, hè? Oeh. En hij was blij toen Rick hier was vanmorgen, zeg. Kom Rick. Rick, die draait het jointje zelf. Rick was hier om 10:30. Had hij meteen een jointje gedraaid. En die gaf hij hem in. Die ging die oproken. Draaide hij er een voor zichzelf. En toen had hij er nog 3 gedraaid. Voor mij. Voor iedere 20 jaar 1. Omdat ik 60 ben. Kreeg ik van hem. Heb ik van hem dus vanmorgen 4 jointjes gekregen. En van Richard 2 jointjes gekregen. En van Rick 4 jointjes gekregen. Ze zijn vandaag alweer 6 jointjes. Maar het doet me niks. Maar. Kijk, het is nu 9:58. 9:58. Ja, luister, weet je wat het is? Als je vindt dat het te lang duurt, dan zet je hem toch gewoon uit. Of je kijkt de andere keer verder. Dus dat moet je helemaal zelf weten. Ik zit maar een beetje te lullen. Ik probeer altijd mijn nek even te laten knakken, maar dat lukt meestal niet, maar af en toe wel. En dat vind ik zo'n lekker gevoel dat dat even knakt, zei het zo, die botten. Ja, jongen. Godverdomme, ja, wat heb ik een wild leven gehad, zeg. De mooiste tijd van mijn leven was die 3 keer dat ik in het gekhuis heb gezet, 1/2 jaar. 3 keer 1/2 jaar. Godverdomme, en maar wandelen met die zusters. Een hele dag mijn aandacht vroegen aan die zusters. En het ook nog krijgen ook. Ja, en dan had ik het zo voor elkaar gemaakt dat ik daar elke dag 2 jointjes mocht lopen. Die jointjes die werden dan bij de verpleging in een laag gelegd. En dan mocht ik iedere morgen om 10 uur. Mocht ik daar een jointje uit komen halen en dan mocht ik in het bos, in het bos daar in Wolfhezen, bij een omgevallen boom, daar rookte ik dan mijn jointje op. Daar kon niemand mij zien, kreeg je ook geen gezamenlijk. Dus, en als ik de joint op had, dan legde ik die joint op die boomstam. Nou, en het was mooi weer, dus het waaide niet. Dus die dingen die bleven gewoon liggen altijd. Dus iedere dag kwamen er weer 2 bij. Maar s'avonds om 8:00 ging ik nog een keer een jointje roken. Ja. Godverdomme, daar heb ik een jointje geroken in mijn leven, zeg. En echt waar, in het gekkenhuis, ik mocht 2 keer per dag een jointje roken. Toen kreeg ik op een gegeven moment een lachkick. En ik moest zo verschrikkelijk lachen dat ik bij de baas geroepen werd, bij de dokter. Ik mocht geen jointjes meer roken, want ik had te hard gelachen. Ik zeg, oké, geen medicijnen meer. En toen nam ik gewoon geen medicijnen meer. Maar ik vond niet juist dat ik even een poosje niet kon roken. Want het is wel slecht voor de longen, hè. Maar ja, jong. Godverdomme, ja zeg. Voor Uncle Sam ging ik naar een coffeeshop. Maar daar verkochten ze jointjes voor 6 euro. En dan moest hij van hoesten. Dat je op een gegeven moment zo verschrikkelijk moest hoesten dat je allemaal witte puntjes voor de ogen zag dwarrelen onder elkaar. Sterretjes zien noem ik dat. Sterretjes zien. Dan wel weer een lang wachten dadelijk met die film op de site te zetten. Maar de computer zit aan. Het is 9:58. Ja, ik kap mee.
Eigenlijk had ik nog goed dat gedaan. Dan zou ik nog aansteken, een uurtje eerder. En dan even voor de camera die joint oproken. Maar dat doe ik niet, want ik rook hem 11 uur op. Bier drinken is echt slecht voor het geheugen, joh. Maar het is wel lekker. Ah, maar ik heb wel een goed geheugen. Ik markeer niks aan het geheugen. Weet je wat het is? Ik markeer, wat zeg maar wat ik moet zeggen, ik markeer niks aan het geheugen. Nee, het enige wat met mijn geheugen markeert is, het enige wat ik niet kan onthouden is of ik vanmorgen gepoep heb. Ik weet niet of ik vanmorgen gepoep heb, maar ik denk het wel. Maar ja, ik sloot ook wel eens een dag af en dan ga ik de dokter bellen. Dokter, ik heb vanmorgen niet gepoept, mag ik even langskomen? En dan lachen ze me niet. Nee, doe niet het lachen. Zeggen ze, het is niet erg, John. Sommige mensen poepen 2 dagen niet. Dat is niet erg, je mag best een keer een dagje overslaan. Oké, bedankt. En dan ophangen. En dan de volgende dag moest je toch een poepen. Maar ik ben gewend om elke dag 2-3 keer te poepen. Want toen ik nog zoveel bier dronk, zat je smaak ze 5 uur om 5 uur aan te poepen. Maar als bier drinkt, word je heel vroeg wakker. Maar als ik wakker word, dan wil ik eruit, hè. Dus ik slaap nooit uit. Kijk, ik lig in bed. En om 6 uur word ik wakker. En dan denk ik, ik moet pissen. En dan denk ik, ja, nou, even pissen dan. Ik heb nog een schoon bed. Ik deed het bed met 2 keer per jaar verschonen. Ja, 8 maanden was het geleden. In mei heb ik het bed verschoond. En dan heb je nu zo zullen gedaan. 3 weken geleden. Volgende week kreeg ik weer een schoon bed. Maar we moeten even naar de HEMA, even bedden goed halen. Want ik heb maar 2 stellen. Ja. Dus er moet even beddengoed bijgekocht worden. En wat ik ook ga doen, ik ga even de maat opnemen. Ik wil voor het camera wil ik 2 rolluiken, rolgordijnen, die ik helemaal naar beneden kan trekken en dan zijn dat verduisteringsgordijnen. Dan heb ik van de zomer niet, dan wordt het hier tenminste geen 28 graden in de kamer, dan blijft het misschien 25 graden. Als je daar verduisteringsrolluiken voor aan. En dan doe ik op de slaapkamer ook, dan doe ik ook een verduisteringsgordijn maken. Ja, dan haal ik die vieze gordijnen daar weg. Ja, dan doe ik dat. Dat je laat het, maar ja, nu is er alles dicht met die verrekte corona. Man. De gemeente had me 2 mondkapjes opgestuurd. Een paar maanden geleden. Of een maand geleden, ik weet het niet meer, joh. Mondkapjes. En die draag ik nou. Die gaat tenminste niet kapot, dat is 1 geheel. Met 2 grote gaten van de oren. Ik kap ermee, jongens, als we het niet te lang af, want dan gaan we veel te lang wachten. En dan zeg ik maar op die knop te douwen of het plaatje er al wat bij staat en of de film al te zien is. Nou, het is wel goed zo. Tot de volgende vlog.